Wauw, super dat je nog niet opgegeven hebt en dat je nog steeds verder aan het kijken bent om meer te ontweten en te ontdekken over het ascensieproces. In de vorige video vertelde ik je dat er zeven fasen zijn in het ascensieproces. De eerste fase is eigenlijk de volledige fase die vooraf gaat aan het ontwaken. En in deze fase bespreken we de tweede fase, namelijk trauma, schok, ziekte. De tweede fase is het moment waarop je echt wakker geschud wordt. En in de readingen en tarot wordt dat vaak aangeduid met de tower, het torenmoment, waarin dat hij afbrokkelt. Er gebeurt zijn leven. Hij wordt door uiterlijke omstandigheden verplicht om terug naar het donker te gaan, op zoek naar het zelf. Voor mezelf betekende dit dat ik een burn-out kreeg. Voelen dat je lichamelijk en vooral energetisch uitgeput bent. En de confrontatie met het feit dat leek dat je gefaald bent. Maar niets is minder waar. Nu kan ik zien dat die burn-out eigenlijk een verborgen zegen van het universum was. Want het bracht me mijn eerste donkere nacht van de ziel, die tegelijkertijd ook de lastigste en diepste fase was van mijn leven. Nu, in die fase ben ik wel mijn schaduwen gaan aankijken. Ik ging op zoek in het donker van mijn ziel om het licht te vinden dat me weer vooruit zou laten gaan. Het licht dat me weer zin in het leven zou doen krijgen. Het licht waardoor ik weer zou herinneren wie ik werkelijk ben. Het was tijd om de waarheid te ontdekken over mezelf, over het leven. De waarheid die mij vrijheid zou brengen. Datgene waar mijn ziel zo naar verlangde. Maar doordat ik bleef lopen in die ratrace, hoorde ik de stem van mijn ziel niet. En ik was uiteindelijk nog een schim van wie ik werkelijk ben. Ik was alleen maar nog een rol met een heleboel maskers. Dus besloot mijn team en mijn ziel om mij een burn-out te geven. Maar jij kan evengoed een ziekte krijgen, of een ongeval, of een ander trauma. Misschien overleed er een dierbaar iemand of kreeg je te maken met een scheiding. Dat was bij mij trouwens de tweede keer dat ik door een donkere nacht van de ziel gegaan ben. Maar ook de collectieve gebeurtenissen in 2020, in verband met het virus en die verplichte lockdowns met de noodzaak en de sociaal afstand te houden, die waren en zijn er om het collectieve bewustzijn te triggeren. Het virus heet ook niet voor niks corona, want dat is verbonden met de kroon van elke ziel. Het openen van je kroonchakra, wat je hier bevindt, mocht je dat niet weten, en activatie van het 12-delige chakrasysteem van zoveel mogelijk mensen is nodig om dat collectief veel wakker worden. Dus de maatregel waardoor je beperkt werd, waardoor je gestopt werd en letterlijk pauze kreeg van de ratrace, hebben veel zielen in de richting van ontwaking geduwd. En ook hier is de vrije wil van een persoon nog steeds bepalend. Dus zolang iemand halsstarrig vasthoudt aan de energie van de 3D-wereld, zal die persoon ervaring blijven hebben vanuit de 3D-wereld. En sommige zielen hebben immers nog meer ervaringen nodig in de 3D-wereld, waardoor dat ze niet gaan ontwaken. Ze blijven in die zwaardere 3D-wereld leven en dat is prima, want dat is waar hun ziel nu voor kiest. Wat betekent dat die zielen niet weten wat ze niet weten? En daar kan je hen niet voor afstraffen. Het hoort gewoon niet tot hun pad nu. Dus trek niet langer aan mensen wanneer dat ze niet klaar zijn om mee te gaan. En focus liever op je eigen pad. En laat je ziel in het universum jou tonen welke stappen jij te nemen hebt. En deze schokkende gebeurtenis, die duwt jou automatisch in de derde fase. En dat is de donkere nacht van de ziel. En daar heb je waarschijnlijk wel al over gehoord. Maar uiteindelijk betekent dat we in het donker op zoek gaan naar het zelf. En tijdens de donkere nacht van de ziel worden we vaak geconfronteerd met aangepaste omstandigheden in ons leven. We worden niet langer afgeleid en geleefd. We worden verplicht om de weg naar binnen te gaan. De weg terug naar liefde. Want zolang dat we vastzaten in de race van elke dag, hadden we geen tijd om hiermee te verbinden. En dan daarom worden we stilgezet. Tijdens die donkere nacht van de ziel lopen we naar het donker om onszelf terug te vinden. Want het is tijd om volwassen te worden als ziel. En er bestaat een gezegde, het is altijd het donkerste voor de helderste dageraad. En dat is ook wat hetgeen gebeurt tijdens een donkere nacht van de ziel. Er gebeurt heel wat healing in het emotionele en mentale lichaam. De lichamen worden gezuiverd, de blokkades worden getransformeerd en alles wordt verschoven om je uit te lenen met je zielsmissie. Wanneer je nog niet op het pad van bewustwording en spiritualiteit aan het lopen was, is dit heel beangstigend. Maar je hoeft jezelf niet te verdedigen of te beschermen. Alles wat er in deze fase gebeurt, is voor ieders hoogste goed die betrokken is in jouw situatie. Dus ja, ook voor degenen die jouw leven verlaten, ook voor de mensen die je loslaat, om wat voor reden dan ook.
Hoe verder hij loopt op pad van bewustwording, hoe meer hij zal begrijpen dat elke ziel zelf kiest om mee te groeien naar die hogere energieën of niet. Dus dat betekent dat sommige zielen de aarde tussen nu en 2033 zullen verlaten, als zij niet verder wensen mee te groeien. En ook dat is prima. Deze zielen hebben ervoor gekozen om niet mee te groeien naar die hogere energieën, omdat zij net nog meer die ervaring wensen op te doen in de 3D-wereld. En deze zielen willen nog meer leren over dualiteit en zijn nog niet klaar om naar eenheid te groeien. Leven vanuit de 5D-wereld en hoger is voor deze zielen nog niet aan de orde. Hun ziel is er gewoon nog niet klaar voor om volwassen te worden. In deze fase zie je ook gebeuren dat ongegronde spiritualiteit door elkaar wordt geschud. Je gaat gaan twijfelen aan alles waar je voorheen zeker over was. Je vraagt jezelf af of je wel niet gek aan het worden bent. Maar pas wanneer je hogere en de lagere energie verbonden zijn, ben je goed gegrond. En als je dan de verbinding met je hogere zelf en de bron open is, dan zal je ware spiritualiteit kunnen ervaren en belichamen. Want uiteindelijk, ware spiritualiteit is niet meer of minder dan het herkennen van je ware essentie en dat belichamen, waardoor dat je zelf kan realiseren in deze incarnatie, dus met dit fysiek lichaam. Spiritualiteit is wie dat jij bent. En door dat net te integreren in je dagelijkse leven, word jij meester over je ware essentie en over jouw zijn. Dus kijk doorheen je dag op welke manier je nog meer je ware essentie kan uiten in je leven. En wat dat er nog is dat je mag loslaten omdat het jou niet langer meer dient. In de volgende video gaan we spreken rond zielsverkenning.